Ja, goedemiddag allemaal. We zijn hier vanmiddag weer aan het opstellen voor onze grote optocht hier in Zwitserland. We hebben natuurlijk de weergoden gelukkig wat meegekregen. We staan hier vanmiddag met onze prins Mano, prinses Sandra, onze jeugdprins Sebastian, onze jeugdprinses René en hier onze adjudant Gijs. Prins Mano, we wensen jullie natuurlijk iedereen succes, maar wat heeft u nog te zeggen, onze hoogheid? Nou, ik zie hier een heel mooi gevuld plein met heel veel variatie voor in de optocht. Gelukkig is het weer droog. Het is met ons. Ik wens allemaal heel veel succes. En ik ben zeer benieuwd wie hier de winnaar gaat horen vandaag. Mooie woorden van onze prins hier, die gisteravond nog laat in de uurtjes even bij is, maar gelukkig weer goed bij stem is. En natuurlijk onze prins Sebastian, onze jeugdprins. Sebastian, wat wensen wij hier onze mensen naartoe in Zwitserland? Ik wens dat, dat iedereen nog een fijn carnaval gaat vieren. En dat we, en ik zie hier ook al heel mooie wagens. Dus ik hoop dat het vet wordt. Ja, mooi. Dus wat willen we nog meer, onze prins? Ses, hebben we nog iets te wensen hier aan onze Duitse mensen in Zwitserland? Ja, ik heb al heel mooie wagens gezien en ik hoop dat de optocht heel mooi wordt. En ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ja, mooi gedaan. Wat gaan we nog doen? We gaan natuurlijk onze prinses nog even aan het woord laten. Prinses Sandra, wat gaan we nog zeggen tegen de mensen hier? Want ja, we hebben natuurlijk wel weer genoten van het weer. Ik hoop dat het nog een uur droog blijft. Nou mensen, heel veel succes en we zien het wie gaat winnen. Ja, zijn we benieuwd naar Gijs, hè? Hoe is het met jou? Ja. Nog goed bij stem? Ja, helemaal goed bij stem. Ja. Gisteren op tijd te bed, maar ja, daar is het wel. Ja, dat hoort erbij, hè? Mensen, allemaal veel plezier dadelijk met het kijken van de Campen TV. En we hopen ervan te genieten hier in Duizel. Ja, we zijn van start gegaan hier, klokslag 12:30. En hier komt natuurlijk als eerste groep de buurtvereniging aan van onze prins Mano. Batman, en dat is geen Batman als buur. Carnaval, een groot avontuur. Eindelijk gaat zijn grote wens namelijk in vervulling. Want hij mag als prins van Zwitserland worden. Maar wat dat de nooievaar steelt uit jaloezie. Stilt hij de steek natuurlijk van Batman. Er is paniek in de buurt. Wie wil hem komen helpen? Ze gaan het avontuur aan en zoeken mee naar de nooievaar. Gelukkig heeft Batman ook nog wel wat hulpjes. De Robins. Ook zij zoeken mee naar zijn steek. En als dan de nooievaar gevonden is, komt Batman in actie en geeft de nooievaar ervan langs. De nooievaar wordt overmeesterd en Batman heeft zijn steek weer terug. En hij kan dan eindelijk zijn lang gekoesterde droom in vervulling gaan. De buurtvereniging van onze prins Mano. Ja. Ja. We gaan eens kijken wat prins Mano hier voor foto's in het boek heeft zitten. Laten we kijken wat hebben we hier voor prins Mano. Andere kant natuurlijk hebben we kunnen kijken. En we hebben mooie foto's van onze prins hier als vliegende voetballer. Oh, de bodybuilder prins Mano. Sexy prins Mano. Hij is van alle markten thuis. Mooi gedaan door de jeugdbelangen. En de volgende die groep die eraan komt met deze oranje team. Ginnekamen douche in 2016. Allemaal voetballers in het oranje. Hier over de Duitse straten komen een badkuip vol. Natuurlijk van onze prins Mano. En dan meteen gevolgd door ik douche. Wat doe jij? En dan komt hier gevolgd. Ik ga in bad, man. Mooi ludiek klein badje waar wc eend in. Dokter natuurlijk, prins Mano. En onze plaatselijke muziekvereniging, de Volharding, doet natuurlijk ook altijd elk jaar mee. Hoe groot kan een klein fanfareorkest zijn? Ze zeggen dan ook zelf, groter kunnen we het niet maken. Wel leuker. Even opnieuw, hè, want hier zijn de ex-prinsen natuurlijk mooie uitgepakte grote wagen. En ze beelden dit jaar voor onze prins uit. Witte Geit. Witte Geit, ze hebben hier een mooie bouwtekening. Maar ze snappen zelf niet hoe. Nee. Daarom vragen ze hier aan de Zwitsers. Witte Geit. En de mannen van de ex-prinsen vragen hier aan ons. Witte Geit hoe het moet. Witte Geit. Ze hebben de tekening zelfs op zijn kop. Ze zijn niet echt bijgelegd, jongens. Komt het nog wel goed vandaag? Dat weet ik niet. Ik denk dat het niet goed komt. Dat mende niet. Dat mende wel. Want kijk maar,
Hier staat erop. Ik weet het niet. Ja, je weet het ook niet. We weten het allemaal niet. Mannen, ga verder in de optocht hier in Duizel. Want de volgende staat alweer. En altijd mooi individueel hier. Niemand minder dan Sam Korsten. En wat zegt hij? Wie wil er met mij in debat? Dus niet in het bad, nee, in debat. Heb je de miljoenennota bij? Ja, ik heb de miljoenennota bij, hè. En hebben we nog iets speciaals in Duizel te melden? Veel plezier en veel feest. Ja, geweldig, Sam. Hè? Elk jaar weer van de partij. Sam Korsten. En de volgende groep staat hier alweer klaar. De bouwers. En zij zeggen, Prins Mano, wat is dat nou? Is dat nou een badkamerdokter? Het probleem van hun is natuurlijk, ze zien het verband niet. Maar wij zijn wel het verband samen, maar... Hebben jullie wel samen een verband, maar je ziet het verband niet? Nee. Nee, we hebben vandaag een beetje verband met Mergen, dan ja, we zien wel. Als ik goed door het verband heen kijk, zie ik volgens mij hier het mooie koppel wat Aldik elk jaar meedoet in onze bondavond. Yo. Jongens, succes! Yo, succes! En hier zie ik een aantal roze badkamerjassen tevoorschijn komen. Dat zijn namelijk de korfbalvriendinnen. En ze zeggen, Marcel en Sandra, zo kalkvrij en pril. Als prinses en prins, hier staan wij even bij stil. Geweldig uitgevoerd door de dames die weer mooi meedoen hier voor onze prinses Sandra. Elk jaar een weekend weggaan en wat ons nog steeds niet duidelijk is, waarom ze dan die roze badjas aan hebben. Maar dat zal ook wel zo blijven, denk ik. En dit jaar hier ook weer van de partij. Elk jaar hier, vorig jaar nog goed voor de eerste prijs. Sinds 43. Dit jaar zijn we ziek, maar volgend jaar, dan zijn we weer beter. Oh, ik zie hier iemand die heeft volgens mij de carnavals La Tourette. Was er aan de hand, jongeman? Feestneus! Feestneus, wat heb je toch gedaan, jongeman? Oh, hij heeft echt inderdaad de carnaval La Tourette. En er is iemand met vogelgriep. Heb je echt de vogelgriep? Ik kan mijn eye niet kwijt. Oei. Ben er ziek van. Wil ik het hebben? Is hij hard of zacht? Ja, dat maakt niks uit. Kijk maar. Dankjewel. De vallende ziekte, de verstopte neus, onze krentenbaard. Deze jaar zijn ze ziek. Maar volgend jaar zijn ze natuurlijk weer beter. Sinds 43. En dat is weer de afsluiting van onze Zwetsland optocht. En natuurlijk komt dan tevoorschijn onze grote wagen. Maar onze prins als laatste met zijn gevolg de optocht zal afsluiten. En we zijn blij dat we het zonnetje erbij gekregen hebben. En dat we hier in Duizel in Zwetsland weer een mooie optocht neergezet hebben. En ik wens alle kijkers hier een geweldige middag. Ook in alle andere optochten veel succes. En bedankt! Eten!